Davies uit moeten komen en een app waarop te zien is wanneer de brug open gaat, is ook wenselijk. Dit zijn de resultaten van enkele bijeenkomsten die de verkeersonderneming hield met onder meer ondernemers en wethouders uit Voorne-Putten. In de app zou niet alleen file-informatie moeten gaan staan, maar ook een waarschuwing als een brug over 10 minuten open gaat. Er wordt daarnaast voorzichtig nagedacht over de mogelijkheid van een metro naar Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne en Rokanje. Ook de optie om op de A15 de middelste baan uitsluitend voor vrachtwagens te reserveren wordt geopperd.